joy to the world, the Lord has come. Vreugde voor de wereld, de Heer is geboren. Paul, staatssecretaris in een kabinet waar van alles zit. Gelovigen, ongelovigen, ja. Mensen die zeggen ik heb niks met kerst en ik heb alles met kerst. Maar jij zegt, geloof is mijn drijfveer. Ja, dat klopt. En dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Dat weet heel Den Haag wel. Ja. Ja. Dat ben ik gewoon. Ik ben een gelovige. En als ik 's morgens naar mijn werk ga, dan laat ik het geloof niet aan de kapstok hangen. Maar ik zie het eerlijk gezegd ook niet als een juk. Ik associeer het geloof meer met ontspanning. Zo? Ja. Hoe ontspannen is het dan? Nou ja, we komen natuurlijk uit een traditie van eeuwenlang. Het Calvinisme van gij zult, gij moet, gij moet. En ik denk dat wij wel geleerd hebben dat ontspannen en genieten van het leven per se niet verboden is. En ik denk zelfs dat het heel goed is als je op die manier aan jezelf denkt en God daar dankbaar voor bent. Ja. Laten we even naar het gezin Blokhuis gaan waarin je opgroeide. Ja. Vader dominee. Ja. Mijn vader is een vrolijk gereformeerde dominee geweest. Als hij heel blij was, dan dankte hij God. Als hij heel boos was, dat hij ook daarbij in wanhoop naar God riep. En dat vond ik wel heel echt. Ja. Daarom kon ik als kind wel zien van, dit geloof is echt. En ook van mijn moeder. Ik vind het heel mooi als je bent gewoon een geluksvogel als je ouders hebt die het op die manier voorleven. Ja. Wat heb je van je vader geërfd? Nou, wat ik van mijn vader geërfd heb, en ik heb nog een paar broers, die hebben dat ook wel. Een aardige klap van die molenmeese enthousiasme. Enthousiast een verhaal vertellen. Mijn vader was de predikant. Mijn tweelingbroer Frits dat ook. Nou, Leo, de popprofessor. Ja. Wij hebben allemaal wel gemeen dat wij. Ja, laten we het even over hebben. Want, ja, Leo Blokhuis, daar ben je natuurlijk mee in een competitieslag, hè? Wie het meest op televisie is. Alsjeblieft niet, zeg. Nee. Oh, nee? Nee. Nou, mensen zeiden al gelijk toen ik staatssecretaris werd van, oh, jij was steeds het broertje van, straks wordt Leo de broer van. Ja. Geen enkele ambitie. En we grappen er wel eens over. Hey, joh, en bedankt, hè, broertje. Een gezin van 8 kinderen. Ja. Mooi gezin. Ja, ik heb daar alleen maar warme herinneringen aan. En wij hebben hele mooie warme gesprekken ook als kinderen. Na het overlijden van onze beide ouders, toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we ook eens met elkaar gedeeld, met z'n achten. Hoe heb jij het nou thuis beleefd? En dat vond ik wel een bijzondere gewaarwording. Want er zaten er een paar bij dat ik dacht van, was dat ook in ons gezin? Dan hoor je wel een bepaalde invalshoek, een perceptie die je zelf niet hebt meegekregen. Ja. Maar heel mooi en warm en ik heb echt heel warm contact ook met allemaal. Ja. Je begon als voorzitter van de jongerenclub van de RPF, de ChristenUnie. Zat dat altijd al in je, ik wil die politiek in? Ja, ik was een jongetje van 8 jaar en toen woonden wij in het dorp Wezep op de Veluwe. En toen vroeg ik aan mijn vader op welke partij heb je gestemd. En in diezelfde periode vroeg mijn tweelingbroer Fred, die dominee werd, pap, weet u ook wat er gebeurt met mensen die niet in Jezus geloven? Die is dominee geworden. En ik denk wel dat mensen talenten hebben en interesses die niet toevallig zijn. En ik vind het sowieso macro gezien bijzonder dat mensen vaak op een plek komen waarvan ze zeggen, ja, hier kan ik mijn talenten benutten. En dat niet iedereen in de politiek wil bijvoorbeeld. Of niet iedereen in de zorg. Heb je het gevoel dat het allemaal bestuurd wordt? Dat God iedereen kent? Ja. En ik geloof er heilig in dat hij die macht heeft om dat allemaal in handen te hebben. Ik hoor mensen die gelovig zijn opgevoed, die het geloof hebben losgelaten vanuit de gedachte, ja, er kan toch niet een macht zijn die dat allemaal maar in handen heeft en elk individu kent. Nou, ik denk, God kent iedereen. En dat is juist het bijzondere. God heeft dimensies waar wij niet bij kunnen. Wij kunnen de hoogte, de breedte en de diepte peilen. Die 3 dimensies kunnen we nog pakken. 1 dimensie erbij en waken af. Ja, ik kan oprecht jaloers op God worden dat hij de dimensiteit, dat hij geen rol voor hem speelt. Dat ik zie uit naar de tijd, dat is dan geen tijd meer, maar de periode dat tijd helemaal er niet toe doet. Ja. Mag ik dan op een onderwerp komen wat voor jou misschien wel het moeilijkste is in je leven? Het verlies van je dochter Julia. Wat is er gebeurd met je dochter? Julia is bezweken aan een auto-immuunziekte, antifosfolipide, een hele zeldzame ziekte. Zeker de variant die zij had, de catastrofale variant. Ze kreeg een pijnlijk oog begin 2018 en wij dachten ontsteking bij de oog. Ze kreeg prednison. En samenvallend met de prednisonkuur kreeg ze enorme terugslag. In 4 dagen was ze overleden. Ten gevolge van het dichtslippen van alle aderen. Dus haar hersenen werden, de toevoer van zuurstof naar haar hersenen werd gestopt. De hart. Ze heeft een paar hartinfarcten en herseninfarcten gehad. En wij bleven tot het laatst hopen en bidden. Psalm 91, mijn toevlucht. Echt heel mooi samen zijn ook met het gezin. Ja, we zagen er gewoon weg glijden en dat was echt verschrikkelijk. Ontzettend lief meisje, heel mooi meisje. En God had een ander plan. Of hij heeft in ieder geval niet voorkomen dat ze is overleden. Hoe bedoel je dat? Die macht heeft hij wel. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat God kan ingrijpen. En dat er ook hele bijzondere genezingen plaatsvinden. Ja.
tot de dag van vandaag. En bij Julia is die uitgebleven, terwijl we er wel om gebeden hebben. En bij diezelfde God zoek ik nu ook troost. Maar mijn geloof heeft daar geen millimeter onder geleden. Ik geloof rotsvast erin dat Julia veilig is bij God. Elke dag huil ik om Julia. Elke dag? Ja, elke dag. Ja. Ik heb op mijn mobieltje de foto van Julia staan. En als ik hem open, dan zie ik de foto. En meestal kan ik dat aan. Ik ben wel eens naar mijn werk gaan dat ik de foto zag. Dat ik dacht, de papa wint het van de staatssecretaris, wegwezen hier. En als ik bij haar graf sta, dan vind ik het echt ook heel moeilijk me voor te stellen. Ik heb haar kist daarin zien zakken. Die hebben we zelf laten zakken als gezin. Je stopt je kind onder de grond. En je hebt ondertussen wel het rotsvaste geloof dat als Jezus terugkomt, dat je haar weer een knuffel mag geven. En dat, het is wel heel moeilijk om daar iets bij voor te stellen. En ik hou me er wel aan vast. Sterker nog, ik geloof er rotsvast in dat het gaat gebeuren. En tegelijk, dat geeft ook de dimensie mee. Het is heel apart. Ik vond oud worden niet heel fijn. Zoiets van, ik ben 56 sinds kort. Dat is best wel oud. Sinds we afscheid hebben moeten nemen van Julia, heb ik zoiets van, elke dag die ik er nu bij krijg is een dag dichter bij Julia. En ik kan er niet op wachten om haar te zien, dus laat die dagen maar voorbij vliegen. Wauw. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat had ik ook niet, Jan, maar daar betrapte ik mezelf onlangs op. Ja. Als je zelf door iets tragisch gaat, dan word je ook milder voor je omgeving. Je hebt volksgezondheid in je portefeuille. Een zware portefeuille, waarin het ook om heel kwetsbare mensen gaat. Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat best wel een zware verantwoordelijkheid ook. En als ik hoor en zie dat mensen het slecht hebben, dan trek ik me dat persoonlijk aan. Bijvoorbeeld met zwerfjongeren of met mensen met geestelijke stoornissen. En dan denk ik, daar doen we het voor. Die mensen willen we helpen. En dat geeft mij enorm veel energie om mij in te zetten en te praten met gemeenten, met hulpverleners, met cliëntenorganisaties en vooral met de mensen zelf. Ja. Wat kunnen wij doen? Want je gaat ze opzoeken, hè? Ja. Het is niet dat je in dat ivoren torentje in Den Haag... Ik wil zoveel mogelijk bij het maken van mijn plannen ook praten met de mensen om wie het gaat. Ja. We hebben iets als maatschappelijke diensttijd. Ja. Niet een dienstplicht, maar een diensttijd waar jongeren geactiveerd worden om als vrijwilliger zich gedurende een periode, een aantal weken in hun studietijd, zich in te zetten voor de samenleving. Dat is best wel een groots project. Er zit echt een pakket van honderden miljoenen aan. Maar dat maak ik samen met jongeren. Vind ik echt heel gaaf. Ja, maar ik zie dat ook. Ik heb laatst een documentaire gezien dat een aantal jongeren dan in een bejaardenhuis wonen. Dat ze spontaan voor iemand gaan zorgen waarvan je zegt, nou, dat zou je niet zelf uitgekozen hebben. Nee. Maar omdat ze dit doen, verandert hun kijk op de samenleving ook. Dus dat is een van de doelen, de onverwachte ontmoeting. Ja. Ook jongeren die niet met elkaar op dezelfde opleiding zitten, maar ook jongeren en de generatie, twee generaties verder, die elkaar normaal niet zouden ontmoeten en nu wel. En bijna allemaal zeggen ze, wow, wat gaaf. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, ja. Dus ik ben optimistisch. Tegelijkertijd slaat de schrik me ook wel eens om het hart. Ik ben verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. Ja, dat aantal is in 10 jaar tijd verdubbeld in Nederland. Een stinkend rijk land. Dat gebeurt overigens in heel West-Europa, maar het is geen excuus. Maar dat moeten we niet pikken met elkaar. Dat vind ik onacceptabel en daar moeten we ons tegen verzetten. Tegelijkertijd denk ik van deze ellende, dat er narigheid is en dat mensen met psychische stoornissen anderen wat aandoen. Ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen, maar we moeten ons er ook bij neerleggen dat zolang Jezus niet terug is gekomen, dat blijft. Zeg je weer wat, hè? Totdat Jezus terugkomt, blijft het een zootje. Ja, een zootje wil ik niet zeggen, want ik zie het echt als een roeping om er wat moois van te maken. Tegelijkertijd, dat zeg ik ook in zalen met mensen, dan zeggen ze van, nou die moord in de bioscoop in Groningen, die twee mensen, die schoonmakers die vermoord zijn, wat doe je eraan? En dan zeg ik, ik vind het afschuwelijk en ik wil echt de geestelijke gezondheidszorg goed organiseren, dat we dat op tijd in beeld hebben en dat we een goede risicotaxatie maken. Maar we hebben de afgelopen 15 jaar een dubbel aantal mensen gedwongen opgevangen in de geestelijke gezondheidszorg ten opzichte van begin van deze eeuw. Dus in 15 jaar is dat aantal verdubbeld, gedwongen opsluitingen. Dus er wordt heel veel gedaan. En dan zeg ik ook tegen zo'n zaal, wij moeten niet de illusie hebben dat wij het moorden kunnen voorkomen. U mag van mij wel vragen om er alles uit de kast te halen om dat te voorkomen. Het drankgebruik onder jongeren is redelijk hoog. Ja. Even een gewetensvraag, want je bent een Calvinist. Je gaat naar de supermarkt en er is de bekende aanbieding, één fles. Twee halen, één betalen. Ja, precies. Wat doe je dan? Wat ik daar macro mee ga doen, is dat onmogelijk maken. Ik ga dat in de wet verbieden, twee halen en betalen. Ja, en dat doe ik ook voor mezelf. Nee, maar jij in die die had ik natuurlijk, Jan. Ja, zie je wel. En sterker nog, ik haal misschien wel 3 van die aanbiedingen. Practice what you preach. Ik heb het ook tegen mezelf. En ik moet ook zelf daarnaar handelen.
Dus sinds ik de strijd voer om bewuster om te gaan met alcoholgebruik, tap ik zelf ook minder. Ja. In Nederland hebben we het zo georganiseerd dat een halve liter bier vaak goedkoper is dan een halve liter Cola Light of een halve liter Spa Rood. En als we dat doen, dan moeten we niet verbaasd zijn met z'n allen als er overmatig gebruik gaat ontstaan. Ja. Dat op het gebied van alcohol, dan roken, fervent tegenstander. Ik moet complimenteren, daar heb je veel mee bereikt in Nederland in een paar jaar tijd. Ja, en ik niet alleen, hè, want ik heb daar heel veel medestanders in. Ik denk dat we echt in een goede flow zitten, in een hele beweging waarin de cultuur echt wordt, roken joh, dat hoort er niet meer bij. Nee. Maar we komen uit een tijd, de jaren 50, rookte 90% van de Nederlandse mannen. We zitten nu in een beweging om dat massaal terug te dringen. Dat doe ik via wetgeving. Sigaretten worden duurder, daar moet een wet voor worden gemaakt. Op minder plekken mag je roken. Scholen maken zelf de schoolpleinen rookvrij. Maar als ze dat niet zelf doen, dan dwing ik dat volgend jaar bij wet af. Dus er wordt wetgeving in gang gezet. Waar je bij supermarkten nu nog alle sigaretten ziet, dan moeten ze volgend jaar en het jaar daarna, komt er een display voor, een ban voor. Een gordijntje of een deurtje, dat je die sigaretten en sigaren niet meer ziet. Dus alle roken moet zoveel mogelijk uit zicht. En dat doen we omdat we met elkaar ervan overtuigd zijn dat we de verkeerde kant op gaan. Nog jaarlijks sterven er 20.000 mensen ten gevolge van roken. En elke dag beginnen de 75 jongeren, dus kinderen onder de 18, met roken. Elke dag. Zo. Vaak zoveel? Op het schoolplein. Ja, elke dag 75 jongeren. Er liggen al die peukjes. Ja, die peukjes, er zit een heel verhaal achter. Hè? Want ik sprak de minister van Malawi, die zei, joh, mijn halve land is om het bos weggekapt voor de tabaksindustrie. Er worden mensen uitgebuit voor dit werk. En die peuken, elke peuk levert 8 tot 10 liter watervervuiling in de bodem op. Nou, om juist gaan tellen, er liggen miljarden peuken. Even zoveel liters keer 10 worden er vervuild in de wereld. Dus het is enorm slecht voor het milieu ook nog. Ja. Voldoende reden om ermee te stoppen, maar het is wel een verslaving. En daar willen we ze graag van afhelpen. Om die reden gaan we ook vanaf 1 januari volgend jaar het stoppen met roken onder de zorgverzekeringswet brengen, zodat dat in het pakket zit. Gratis stoppen. Het wordt zelfs niet van je eigen risico afgetrokken. Dus nou, als dat geen mooie kerstboodschap is. Over 10 dagen vieren we kerst. 2000 jaar geleden brak de hemel open, kwam de engel aan. Ja. Een hele simpele herders vertellen van u is heden geboren, de heiland. Fantastisch. Ja, hè? Ja. Nou, want dat vind ik het mooie van het christelijk geloof. Onze God komt naar ons toe. Er zijn zoveel religies op deze wereld. En bij alle religies moet jij opklimmen naar God. En je best doen, en je best doen, en je best doen. En het verdienen. En onze God is een genade God, die komt naar je toe. Als een mens, een volmaakt mens. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? Het geloof van Jezus redt ons. Dat is een hele ontspannen gedachte. Hoe ga je kerst vieren? Ik vind kerstvieren moeilijk nu Julia er niet is. Vorig jaar was de eerste kerst zonder Julia. En Ida, mijn vrouw en ik zeiden op 27 december, zo, de kerst is voorbij, gelukkig. Ja. En daarvoor was het altijd een groot feest, uitbundig, vieren in de kerk, kinderen, we hebben 4 meiden. Ja. Altijd meedoen met de musicals en toneelstukken en in de kerk vieren en zingen. En lekker eten. Ja, dit jaar hebben we ook zoiets van, zullen we gewoon een weekendje naar Terschelling of zo, weet ik het. Ik vind ook dat de wereld er wel een beetje overspannen mee omgaat. Van die 2 dagen van het grote feest. Misschien moeten we ook wel zeggen van, laten we elke dag vieren dat Jezus naar de aarde is gekomen. Amen, zeg je dan. Mooi. Ja. Je het heigend hert? Het heigend hert der jacht ontkomen. Ja. Schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Trouwens, dit is een van de favorieten van mijn vrouw Ida. Die vindt het zo mooi als een kerk dat uit vol overtuiging zingt. Nou, kijk, dit is de nieuwe poster van Hour of Power. Mooi, hè? Schitterend, heel mooi. Ik hoop dat dat ook... geef hem namens ons aan Ida. Oh, wat lief. Die wordt met grote blijdschap ontvangen. Ja. Op 5 januari in de uitzending zingt het koor, het Engelse koor van Hour of Power, dat lied in het Nederlands. Ja, zeg. Ja, we waren er net. En als verrassing voor een hele grote groep zongen ze tijgend het de jacht te komen in het Nederlands. Ontzettend benieuwd hoe dat klinkt. Iedere dag geliefd. Dat heb je heel duidelijk laten merken, dat je je geliefd voelt door God, ondanks. Dit is een boek met 365 overdenkingen. Gaaf, dankjewel. Ontzettend leuk met je gesproken te hebben, dankjewel. Het genoegen was helemaal aan mijn kant, dankjewel. Okay.